Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Weinig bewolking boven Nederland. We zaten wat dat betreft keurig in een gat tussen de wolken die we vannacht gehad hebben en wolken op de Noordzee die langzaam wel wat dichterbij komen. Maar vanavond hebben we daar eigenlijk nog nauwelijks last van. Het is helder en de temperatuur gaat snel omlaag. Het vriest al snel een paar graden, zeker in het binnenland. Maar vannacht zien we dan in het westen van het land de bewolking wel wat toenemen. In de rest van het land blijft het nog vaak vrij helder, met in het oosten ook kans op wat mist, temperaturen tot min 4 graden en op een enkele plek zou het lokaal ook glad kunnen worden. De wind stelt heel weinig voor vannacht. Dan wisselen morgen zon en wat wolken elkaar af. Wolken krijgen wel steeds meer de overhand en vooral in de middag kan er ook hier en daar wat lichte regen of motregen vallen. Bij een matige wind uit het westen tot noordwesten wordt het 5 tot 7 graden. Die temperatuur gaat de komende dagen langzaam wel wat omhoog. Maar donderdag is het nog vrij fris, met veel bewolking en periode met regen. Vrijdag is een meest bewolkte dag, maar het is dan wel overwegend droog. En vooral zaterdag kan de zon wel weer af en toe schijnen. Ook dan is het nog droog, met temperaturen die inmiddels de 10 graden halen. Maar echt lente wil het voorlopig niet echt worden. Temperatuur van 10 graden in het weekend, daarna mogelijk weer iets lager en in de nacht kan het kwik op een enkele dag ook wel weer in de buurt van het vriespunt komen. Voor echt lente weer met 15 graden en veel zon moeten we voorlopig nog een flink uh, geduld hebben. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.